Ik ben Esther van Lieshout, ik ben collectioneur jeugdboeken en ik ben kinderboekenschrijfster. En in het kader van de Week van de Mediawijsheid heb ik een paar hele leuke boekentips voor jullie. Esther, waar blijft mijn tip? Oh, sorry. Het is net als Bruno. Bruno heeft al 100 vrienden. Bruno vindt namelijk op een dag een heel wonderlijk doosje. En vervolgens heeft hij in één keer duizenden vrienden over de hele wereld. Waardoor hij zijn echte vrienden een beetje vergeet. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. De batterij is namelijk op. En dan ontdekt Bruno wie zijn echte vrienden zijn. Bruno heeft zo'n 100 vrienden is een prentenboek voor kleuters over social media. Wil een spreekbeurt houden over haaien. Dat zijn zijn favoriete dieren. Alleen de juf die heeft al meer dan genoeg spreekbeurten gehoord over allerlei cavia's en poezen. Dus dat mag niet. Dan besluit hij zijn spreekbeurt maar te doen over de rivier de Waal. Beetje saai. Totdat Joep hoort dat er een haai gesignaleerd is in de rivier de Waal. Maar is dat wel echt waar? Zijn vriend Omar die gelooft het meteen. Maar Joep gaat toch op onderzoek uit. Is het nepnieuws of niet? Zoekwoord Rivierhaai is een boek voor kinderen van groep 5 en 6 over nepnieuws. Komt een nieuwe jongen in de klas. Hij is slim, hij is grappig, hij is keigoed in voetballen en hij is gek op chips. Voor Dan en Maxi reden genoeg om meteen vriendschap te sluiten. Hij ziet een beetje bleek en hij praat in heel rare zinnen, maar niemand is perfect. Maar dan blijkt George, de nieuwe jongen, toch een beetje vreemd te zijn. Griezelig zelfs. De nieuwe jongen van David Almond is een boek voor kinderen vanaf 10 jaar over robotica. Verder ga ik niks verklappen. Ik kreeg van mijn uitgever de opdracht om een boek te schrijven over computational thinking. Dat zoeken we eerst even op. Ik wist ook niet wat het was. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met kunstmatige intelligentie. Of artificial intelligence. Toen had ik meteen inspiratie om een boek te schrijven, want ik ben gek op science fiction. Dexter, Hannah en Finn komen na de zomervakantie terug op school en alles is plots anders. De conciërge is een robot geworden. De gangen zijn loopbanden en de gymles is een virtual reality programma. Ze vinden het helemaal te gek. Maar Dexter die vertrouwt het niet helemaal. Er gebeuren toch vreemde dingen. De leraren die gedragen zich in één keer vreemd en de directeur is al 2 weken niet meer gezien. Samen met het nieuwe meisje gaan ze op onderzoek uit. En wat ze dan ontdekken, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar ik adviseer je wel om het AI-incident te lezen. Dit waren mijn boekentips. Er zijn natuurlijk nog veel meer boeken over digitale geletterdheid en mediawijsheid. Kom naar de bibliotheek